harte welkom bij een nieuwe aflevering van Kennisgeving. Vandaag aan de tafel minister Vijay Chutkan. En we praten met hem over de beleidsgebieden van zijn ministerie. Minister, van harte welkom. Dank u wel. We gaan even terug. U bent in 2019 ergens in mei aangesteld als kapitein van het ministerie. Hoe verloopt het tot nu toe? Nou, om exact te zijn ben ik dus 16 mei 2019 benoemd in de functie van minister Openbare Werken, Transport en Communicatie. Ja. Het roer overgenomen van mijn voorganger en heb ik natuurlijk de zaken voortgezet. Tot nu toe mag ik niet ontevreden zijn. Helemaal tevreden ben ik niet natuurlijk, omdat er dus toch wel redelijk wat werk verzet moet worden. In die zin dus dat er vier directoraten zijn. Mm-hmm. Civiel technische werk is één van ze. We hebben dan natuurlijk het directoraat bouwkundige werken en dienstverlening. We hebben het directoraat openbaar groen, die overbekend is. Maar we hebben ook het directoraat transport en communicatie. Dus het is behoorlijk groot, heel veel verantwoordelijkheden en heel veel projecten. Verschillend van complexiteit tot grootte van elkaar. Oké, okay, je staat nog steeds op met heel veel plezier om naar het werk te gaan? Absoluut, ik hou van werken, ik hou van wat ik doe. Ik hou van mijn team in die zin dus dat ik een ieder de ruimte geef om te doen waarvoor ze daar in dienst zijn. Mm-hmm. En natuurlijk, niet iedereen is even snel of even makkelijk of moeilijk om te doen wat ze moeten doen, maar we nemen iedereen mee in die ontwikkeling en we trekken ze zelfs mee om hun werk naar behoren te doen. Het is bijna een jaar, we zitten al in februari en maart. Hoe zou u die periode willen omschrijven? Uitdagend. Natuurlijk, we kennen de situatie van het land, we zijn onderdeel daarvan, maar desondanks merk ik dat vanwege het teamwork binnen onze regering en de president natuurlijk die als kapitein ons de weg wijs maakt en die richting heeft gekozen om dit land dus natuurlijk steeds verder te ontwikkelen, dan lukt het wel om dus met de middelen die we hebben projecten uit te voeren, projecten die duurzaam zijn, projecten die natuurlijk gunstig zijn voor de economische ontwikkeling. Projecten die goed zijn voor de samenleving, dus daarop komt het neer. En daar score je mee natuurlijk. Oké. Okay. We gaan naar de verschillende beleidsgebieden van u kijken, maar we gaan de eerste stap maken bij het baggeren. De president heeft het zeker twee jaartoespraken terug aangekondigd. En het gaat binnenkort van start, zoals we dat hebben begrepen. Ja. We kunnen aan het begin beginnen. Wat is eigenlijk baggeren? Kijk, we weten natuurlijk dat wanneer het gaat om Suriname, maar ook andere landen, mm-hmm. dat we goederen importeren. We hebben importeurs die goederen importeren, we hebben afhandelaren die dus de afhandeling doen op de haven. En havenbeheer biedt natuurlijk als facilitator de mogelijkheden om daar te lossen en te laden. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk de rederijen die daar ook in komen. Het is natuurlijk zo dat regeringen vooraf geprobeerd hebben om dus onze vaargul, waar gebruik van wordt gemaakt door de diverse vessels, boten, gebaggerd moest worden, om dus de vaargul die diepte te geven die we nodig hebben. U begrijpt dat een lege boot weer een andere diepte nodig heeft dan een boot die met heel veel vracht naar binnen moet komen. Daar is er op den duur een probleem ontstaan en de regering onder leiding van Desiree Delano Bouterse heeft dus niet alleen dat als prioriteit gezien, maar begon toen versneld zaken voor te bereiden. Ja. Zo is er dus in een versnelde tempo een social impact studie gedaan door een buitenlands bedrijf, SRK, die ervoor heeft gezorgd natuurlijk dat alle milieueffecten en gevaren die er zouden zijn, is vastgelegd in een rapport die dus als basis moet dienen om dit project uiteindelijk uit te voeren. Mm-hmm. Ook ons NIMOS is erbij gehaald om ervoor te zorgen dat de goedkeuring is verleend. Verder is natuurlijk een economische studie gedaan van wat zal dit natuurlijk gaan kosten.
Maar wat is de meerwaarde wanneer we praten over ons economisch draagvlak die we in Suriname moeten creëren? En er is dus, of een bedrijf Lievense is toen aangetrokken. Dat is ook een buitenlands bedrijf die dus ervoor heeft gezorgd dat de aanbestedingsdocumenten, het bestek met de diverse technische vereisten en voorwaarden ook is vastgelegd. Dit alles is natuurlijk gedaan vanwege een opdracht welke is verleend door MAS in samenwerking met het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Ja. MAS is onze autoriteit wanneer het gaat om het maritieme wezen in Suriname. Ja. Bij wet vastgesteld natuurlijk. En wij weten natuurlijk dat het noodzakelijk is omdat niet alleen boten die met goederen het land binnenkomen of exportmogelijkheden het land moeten uitgaan, dus goederen het land moeten uitgaan. We moeten niet vergeten dat ook Staatsolie, een van onze, of onze ons trots, oliemaatschappij in Suriname, er gebruik van moet maken om dus te kunnen exporteren. Dat alles is natuurlijk vanwege het feit dus dat die vaargeul behoorlijk onbegaanbaar werd, in gevaar gebracht. En toen ik heb overgenomen, ben ik tegengekomen een situatie waar versneld besluiten genomen moesten worden van luister, wat ga je doen? Ga je hem parkeren? Ga je hem uitvoeren? Ga je weer met stakeholders zitten en zaken bespreken? Nou, het was eigenlijk voor mij heel duidelijk dat we dat niet meer konden doen, we hadden geen tijd daarvoor. En de opdracht is toen gelijk gegeven om in de aanbesteding te gaan. Lievense en Sunecon hebben dat natuurlijk verder voorbereid en uitgevoerd voor ons. Ja. Bedrijven zijn toen uitgenodigd om mee te doen, baggeraars, grote baggerbedrijven die ervaring hebben op de wereld. En zo is er een aanbesteding gehouden. Ze hebben natuurlijk hun bid gedaan, ze hebben hun inschrijvingen gedaan. Er is een uitgebreid, maar een heel diepgaande analyse gemaakt door Lievense als consultant. En een bedrijf is natuurlijk toen op basis van de inschrijving, maar ook vanwege de financiële inschrijving, wat het financieel zou moeten kosten, ja. Uit de bus gekomen. Vooraf voor als je verder gaat, begreep ik het goed als het eigenlijk simpel gezegd erop neerkomt dat onze Suriname rivier niet diep genoeg is voor om het maximale wat economische dingen betreft eruit te halen. Absoluut. Kijkt u, wat we nu hebben is dat boten natuurlijk die binnen moeten varen, blijven vastzitten. Okay. Wat MAS natuurlijk doet is dan de waarschuwingen doorsturen van wanneer wel binnengevaren kan worden en wanneer niet. Wat ze dan doen, de rederijen moeten natuurlijk dan in Trinidad stoppen. De goederen in kleinere boten overbrengen. En dat kost en dat absoluut, want dan moeten ze een low water surge charge nog gaan betalen. Ik dacht van $250. Dat alles kost natuurlijk heel veel geld om goederen binnen te krijgen. Hoor ik u zeggen dat dit alles uiteindelijk door de consument wordt betaald? Of wordt opgemerkt? Ik zou zeker daar kunnen aangeven dat het wordt verhaald natuurlijk op de consument. De consument consumeert en betaalt dus voor de goederen die worden gekocht. En met dit project natuurlijk, de uitvoering van dit project, moet die low water surcharge die men betaalt per container, dacht ik, komen weg te vallen. Dat brengt natuurlijk met zich mee dat je, naar mijn mening, redelijkerwijs en logischerwijs kan aangeven dat goederen minder duur moeten gaan worden, want een extra kosten vanwege deze omstandigheden dus komt weg te vallen. Daar moet er natuurlijk ook goed naar gekeken worden. Het gaat breder, het betreft een breder kader. Daar heb ik het over handel en industrie, die dus natuurlijk ook erbij gehaald zal worden of erbij gehaald is om er naar te kijken. Maar ook met de importeurs en de rederijen, de vesselhouders, zullen we natuurlijk goed in conclaaf moeten treden en kijken van hoe en wat. En wanneer natuurlijk het zover zal zijn om te zeggen van luister, onze vaargeul
kan optimaal gebruikt worden. De kwaliteit, de diepte, okay. Die is aanwezig. Mm-hmm. En natuurlijk de service die natuurlijk mast biedt om de mensen, de afhandelaren en de rederijen de mogelijkheid te bieden hun werkzaamheden uit te voeren. Die Suriname rivier wordt uitgebaggerd. Ja. Kunt u ons vertellen, is vanaf welk punt dat zal gebeuren, tot welk punt? Ja. We praten over een outer bank, dat is bij de monding zelf, mm-hmm. die dus ons grootste bottleneck vormt op dit moment. En vandaar dat we dus ook daar een start gaan maken met het baggeren. Ik moet wel vooropstellen dat wij heel veel rekening gaan moeten houden met onze milieustudie die is uitgevoerd door het bedrijf, mm-hmm. Door een consultant. We beginnen dus bij Outer Bank en dat willen we dus, de launch is 2 maart. Waarbij natuurlijk dus een start wordt gemaakt om daadwerkelijk over te gaan tot het baggeren. Mm-hmm. Het bedrijf die de baggeraar is China Harbor Engineering Company. Die dus op basis van de aanbesteding en een behoorlijke gedetailleerde analyse als baggerbedrijf in aanmerking is gekomen. Zij hebben hun vessels reeds in Suriname. MAS is toen aan zet geweest om samen met de consultant ACI Consultancy, onder leiding van de heer Stan Kolen, de werkzaamheden verder uit te voeren. En natuurlijk moesten de vessels goed bevonden worden. Technisch is het werk verdeeld in 4 hoofdtrajecten. Mm-hmm. We hebben dus Outer Bank beginnende van 0 kilometer tot 30 kilometer. Dit zal als eerste worden aangevangen vanwege de scheepvaart. We moeten de schepen snel binnen kunnen halen. Mm-hmm. Daarna hebben we de resolutiebank zoals we dat kennen in Suriname. Vanaf 31 kilometer tot 41 kilometer nabij Monding Suriname en Komowijn rivier. Ja. We hebben jachtlustbank, dat is op een strekking van 41 tot 56 kilometer. En dijkveldbank vanaf 56 tot 68 kilometer. De baggerdiepte, de nieuwe rivierdiepte zal in de vaargeul zijn op een NSP van 6,78 meter. Waarbij dus op de zeer ondiepe locaties, voornamelijk bij Outer Bank, vandaar dat we daar gaan beginnen, daar zitten de grote schepen vast. De diepte met circa 2 tot 2,5 meter wordt verruimd op basis van metingen die we toen zijn verricht in 2016-2018. De vaargeul op zich wordt ook verbreed naar 70 meter. En nabij Susannasdal wordt dus een ankerplaats verbreed en uitgediept. Dus eigenlijk zegt u, we zorgen ervoor dat hij breed genoeg en dat hij diep genoeg zal zijn. De bedoeling is natuurlijk wanneer je hem gaat aanpakken, wanneer je hem gaat baggeren, ga je niet alleen in de diepte, maar ook in de breedte moeten doen. Dit alles is natuurlijk technisch goed voorbereid. Dat heeft Liefensen natuurlijk gedaan op basis van wat MAS aan eisen heeft gesteld. MAS is immers de opdrachtgever in dit geval. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie als onderdeel van deze regering zorgt ervoor natuurlijk dat de zaken die dus zijn afgesproken daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dus het is echt wel een gezamenlijke, is een teamwork, is een team effort. En we merken natuurlijk dat iedereen één richting opkijkt en dat we dan natuurlijk gelukkig op het punt zijn beland om daadwerkelijk een start te maken met het mooie project. Geweldig. Dan is het even van mijn eigen, voor het beeld dat ik wil vormen daarvan. Als die rivier wordt uitgediept, wat gebeurt er met datgene dat, eigenlijk zou je het modder kunnen noemen, neem ik aan? Ja, het baggermateriaal. Ja? Er wordt gebaggerd met een suction dredging hopper. Een sleephopper zuiger. Eigenlijk komt het erop neer dat je eigenlijk de bodem van je rivier, Suriname rivier, gewoon gaat opzuigen. Mm-hmm. En natuurlijk gaat dat gefilterd worden. Het bagger dat vrijkomt en dus niet daar thuis hoort, wordt dan op pontons verplaatst. Oh, okay. Op basis van de technische eisen, maar ook op basis van de milieu, onze milieustudie die is gedaan. Zal natuurlijk de locaties of de locaties zijn bekend waar het dus naartoe wordt verplaatst. Zo'n ponton is niet zo de normale pontons die we kennen. Hij heeft dus deuren aan de bodem. En dus hij kan dus makkelijk, niet alleen verplaatst, maar ook makkelijk natuurlijk gedisposed worden op diverse locaties.
er zijn meerdere mogelijkheden die dus in de technische eisen gesteld zijn in het bestek. En waar dus de baggeraar zich contractueel aan heeft verbonden. Uh-huh. Wat we wel moeten aangeven is dat zowel NIMOS als het ministerie, maar ook MAS, samen met de consultant, zeker erop zal toezien dus dat de milieu eisen die zijn gesteld om vooral rekening te houden met de broedperiode van de vissen en van de schildpadden, dat daar zeker veel rekening mee gehouden moet worden en zal worden gehouden. Zo zal vanaf april in de avonduren niet meer gebaggerd kunnen worden, omdat je daar rekening moet houden, dus dat je onze visvoorraden en de broeiperiode van hetgeen daar zich bevindt, niet mag gaan verstoren. Dus dat zijn natuurlijk allemaal factoren waar we rekening mee gaan moeten houden. Maar dat we dus een start gaan maken, eindelijk met het baggeren. Ik zeg het ook zelf eindelijk. Als Surinamer heb ik er vaak over gehoord. Toen van, we moeten Suriname rivier baggeren, we moeten eens uiteindelijk dat gaan doen. Ja. Nou, het is geen, geen verhaal meer. Het gaat een feit worden straks. En de meerwaarde zal natuurlijk straks, of de spin-off van een, zo'n duurzaam project, zal straks natuurlijk door de gemeenschap zelf als het ware gevoeld kunnen worden, opgemerkt kunnen worden. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. U vroeg over bagger, een geschatte hoeveelheid bagger die dus met dit project wordt afgevoerd. Ik bedoel het restmateriaal? Ja, restmateriaal komt op 5,5 miljoen kuub voor capital dredging. Dit project heeft, is verdeeld in twee van eminent belang zijnde factoren of hoeveelheden. Mm-hmm. We hebben een capital dredging, ik heb het net aangegeven. We beginnen bij Outer Bank en we eindigen bij Dijkveldbank. Over die hele strekking wordt natuurlijk gebaggerd. En na een jaar, dat gaat een jaar in beslag nemen, beginnende in maart. En na een jaar begint dan ons maintenance dredging voor 5 jaren. Dat wil zeggen dat we niet alleen gaan baggeren, maar dat we na het baggeren ook rekening hebben gehouden dat onze vaargeul de diepte moet blijven behouden. Maar het verschil tussen de capital dredging en de maintenance dredging? Dus voor een jaar gaan we de capital dredging? De capital dredging houdt in dus dat, dat wat wij dus willen, de diepte, de diepte die noodzakelijk is en is voorgesteld door MAS, maar ook de breedte van die vaargeul, dat dat wordt aangepakt. Dat zijn de eisen en dan moet dat worden uitgevoerd door de baggeraar. En als hij dat heeft uitgevoerd, dan, dat is een jaar lang, dan breekt een periode voor ons, maar ook voor de baggeraar en MAS, om ervoor te zorgen dat dat ook zo wordt behouden. Okay. Je moet hem onderhouden, daarop komt het neer. Nice. Onderhoud is natuurlijk weer een andere periode, maar ook heeft weer, zal weer andere eisen hebben, die we contractueel met elkaar zijn overeengekomen. En dat alles houdt dan capital and maintenance dredging of de Suriname rivier, meer bekend als SRDP, Suriname River Dredge Project. En het komt gewoon neer op het baggeren van onze Suriname rivier. Kort gezegd komt erop neer dat onze Suriname rivier dieper, en eigenlijk die diepte is dan niet alleen in diepte, maar ook dus de breedte, zodat schepen absoluut vooral makkelijk binnen kunnen komen. En dat zou eigenlijk te merken moeten zijn, op te merken moeten zijn door elke Surinamer. Ja. Yes? Ja. Oké, okay. Nee, dan heb ik dat goed begrepen. Binnen hoeveel tijd zou dit alles afgerond moeten zijn? Nou kijk, we starten in maart. 2 maart hebben we onze kick-off, onze launch, dat we dus met het project gaan starten. We geven natuurlijk de noodzakelijke informatie naar de gemeenschap toe. Zo hebben we dus vandaag ook met een deel van de stakeholders al een presentatie gegeven van wat te verwachten is. Je moet alle stakeholders ready maken. Ja. Je moet ze natuurlijk in het geheel meenemen. Immers, ze zijn ook vanaf het begin betrokken geweest. Ze dealen ermee. Ze kennen de situatie. Ze weten waarmee ze te kampen hebben. Dus ook zij kijken absoluut uit naar een situatie waar ze dus makkelijk hun diensten kunnen uitvoeren en kunnen bieden. Dus en ieder in principe in Suriname heeft er baat bij dat dit project wordt uitgevoerd. Natuurlijk met een solide
controle op de uitvoering, mm-hmm. Zowel van de consultant, maar zeker ook vanuit het ministerie van Openbare Werken en MAS, omdat MAS natuurlijk ook de standaarden kent waarop gelet zal moeten worden. Dan verwacht ik niks anders dan een succesvol uitvoering en een uitermate succesvolle einde van het project, om het zo aan te geven. En dan beginnen we met die 5 jaren maintenance, mm-hmm. om zorg te dragen dat wij dus in Suriname, in ieder geval wat dit stukje betreft, geen problemen meer hoeven te ondervinden. Minister, dit nog, binnen hoeveel tijd zal die gemeenschap tussen aanhalingstekens last ondervinden van de werkzaamheden? Zo ja, in welke zin? Nou kijk, wanneer je grote projecten uitvoert, kan je ervan uitgaan dat iemand een beetje last kan gaan krijgen, overlast. Maar ik verwacht niet dat het zo'n probleem zal zijn. En natuurlijk bij de uitvoering van elk project, zo kennen we openbare werken, wordt altijd de gemeenschap begrip gevraagd. Ja. Als we op de wegen werken, dan is dat ook niet al te makkelijk. Omdat je natuurlijk wegen moet afsluiten, stofoverlast. Maar wanneer je wegen openbreekt dan heb je, en het regent, dan heb je weer een ander probleem. Dan wordt het een modderpoel. Mm-hmm. Nee, dit is heel anders. Ook daar zullen natuurlijk geen boten zomaar kunnen komen. Wanneer de baggeraar eenmaal bezig is, mm-hmm. dan zullen natuurlijk, om het zo aan te geven, een bepaalde oppervlakte worden uitgerekend, zo kan ik het een beetje gaan uitleggen, ja. Dat daar natuurlijk duidelijk zal zijn van de werkzaamheden worden uitgevoerd, dat je niet zomaar daar kan aankomen. Die vessel, die hopper dredger die men gaat gebruiken, maar ook andere ondersteunende boten die erbij horen, zijn geen boten om passagiers te transporteren. Dus je kan niet zonder meer daar aankomen. Ja. Je gaat dus daar rekening mee ook moeten houden. Ja, 2 maart, dan denk ik dat het mogelijk zal zijn om even dichtbij te gaan kijken hoe het eruit ziet. Maar het zijn boten met een heleboel equipment erop, pompen enzovoort, met een team aan arbeiders. Waaronder ook deskundigen die dus het project vanuit het bedrijf China Harbor Engineering Company moeten gaan begeleiden en uitvoeren. Geweldig. Ik moet wel van mijn hart dat ik het eigenlijk bijzonder vind dat ook zoveel stakeholders zijn betrokken. Mm-hmm. En zeker ook voor het milieuaspect. En als u bijvoorbeeld noemt NIMAS, dan geloof ik wel erin dat met alle hands on deck dat dit ook een goed ding is. Nou, niet alleen dat. SRK is een milieutechnisch bedrijf die heel goed gespecialiseerd is. Mm-hmm. En waar we dus heel veel medewerking ook hebben ontvangen of gekregen. Maar wat NIMAS betreft hebben we ook volle medewerking gehad. MAS natuurlijk. Dus het komt erop neer dat het een heel goed samenspel is geweest. Niet alleen om tot dit niveau, tot dit punt te komen. Mm-hmm. En we verwachten niks anders dan een nog stevigere samenwerking, omdat we nu in beeld hebben, in zicht hebben van wanneer we zover kunnen zijn met dit mooie project. Als u toch in 2 zinnen het belang voor de doorsnee Surinamer zou moeten vertellen, wat zou dat zijn, minister? Nou, dus kijk, ten eerste, 2 zinnen. Ten eerste, het is alvast een meerwaarde, mm-hmm. vanwege het feit dat wij in Suriname dit project zelf gaan uitvoeren. Natuurlijk is er een baggeraar erbij gehaald. Suriname betaalt zelf. Daar heeft het ministerie van Financiën een heel goed uitgewerkt financieringsmodaliteit met de lokale banken ook besproken. En 2, de meerwaarde is natuurlijk ook terug te vinden in het feit dat wij verwachten, en daar gaan we natuurlijk alle stakeholders bij elkaar moeten brengen, dat wat de prijzen betreffen, en natuurlijk er zijn deskundigen in de gemeenschap die gaan zeggen van luister, het gaat niets betekenen voor de prijzen in de winkels, maar we moeten gewoon werken aan een oplossing wanneer het gaat om dit gegeven. En het kan niet zo zijn dat ze nu een bedrag betalen die straks komt weg te vallen. Mm-hmm. En zaken blijven gewoon hetzelfde. Dus je deelt die mening niet? Nee, absoluut niet. Het lijkt mij niet logisch. Mm-hmm. Ik ben niet een financieel deskundige, absoluut niet. Ik ga op me ook niet op dat vlak of op dat niveau gaan begeven. Mm-hmm. Maar mijn logisch verstand zegt me van, nee, het kan niet zo zijn. Er moet wat daaraan te doen zijn. Ja.
Het baggeren is eigenlijk ook besproken tijdens het bezoek van de president aan China. En een ander project dat ook zeker besproken is, is het, de uitbreiding van onze luchthaven. Ja. Wat zou precies veranderen aan onze luchthaven, minister? Het is ook een heel belangrijk project wanneer we het hebben natuurlijk over het diversificeren van onze economie in Suriname. Ik hoef natuurlijk niet te herhalen op basis waarvan wij of onze economie op gestoeld is. En we willen gaan diversificeren, dus ook de agrarische sector is een pijler om dus aan te gaan werken. Maar zeker ook wanneer we het hebben over toerisme. Niet eens alleen toerisme. Toerisme moet je natuurlijk verder gaan uitwerken om het tot bloei te krijgen. Maar gewoon het feit dus dat wij een verouderd luchthaven hebben. De faciliteiten zijn enigszins natuurlijk opgegreed. Mm-hmm. Daar heb ik het over die vertrekhal, die momenteel heel mooi eruit ziet. Luchthaven heeft natuurlijk gewerkt aan een behoorlijke facelift. Ja. Maar we zien steeds dat wij dichterbij het niet meer kunnen opvangen van de hoeveelheid passagiers die dus verwerkt moet worden of afgehandeld moet worden. En daar kan je natuurlijk niet blijven wachten totdat je tegen een muur vastzit. Mm-hmm. En mensen natuurlijk niet weten waar ze moeten staan en waar ze moeten zitten. Ja. Maar dat je natuurlijk nu al als regering voorbereidingen moet treffen. En we hebben voorbereid. Niet alleen, maar we zijn dus nu op het punt om te zeggen van luister, we beginnen ook in maart om het zo aan te geven. Mm-hmm. Of in april dit jaar om dus daadwerkelijk een start te maken met de bouw van onze nieuwe terminal. Dus wat wij doen is niet een uitbreiding of een aanpassing in de bestaande faciliteiten. Mm-hmm. Dat is enigszins gedaan wat vertrekhal betreft, dat moest ook. Mm-hmm. Je moet investeren in je faciliteiten, dat wordt ook verwacht vanwege de passagiers. Uiteindelijk zijn zij natuurlijk die de core business vormen daar. Ja. Maar het is heel verantwoord. Mm-hmm. Vooral nu dat wij weten dat wij als land in trek zijn, yeah, niet alleen in het Caribisch gebied, maar gewoon op de wereld. Suriname is in trek vanwege de olievondsten en de gasvoorraden. Dat wij dus alle faciliteiten in place moeten hebben. Eigenlijk anticiperen. Ja, absoluut. We weten dat het daar is, we weten dat het eruit gehaald zal worden natuurlijk. Dat zijn allemaal processen, niet voor mij natuurlijk, voor andere deskundigen. Ja. Maar voor mij is het van eminent belang dat de bedrijven die onder mij resorteren, en het in dit geval luchthavenbeheer, hun core business natuurlijk wil gaan uitbreiden en hoe we dat gaan faciliteren. De regering heeft natuurlijk gewerkt, we hebben daar ook heel veel aandacht, maar ook tijd en energie ingestopt toen vanwege luchthavenbeheer en de regering. En het punt die we natuurlijk hebben bereikt is, we willen een start gaan maken. Wat brengt dat met zich mee? Dat wij dus vanwege onze toekomstvisie, onze visie gaan implementeren. En dat we dus een nieuwe terminal gaan bouwen met alle faciliteiten die noodzakelijk zijn op een luchthaven. Met 4 slurven, 2 voor grotere aircrafts en 2 voor de regional aircraft die SLM heeft, om het zo aan te geven. Ja. Met een heel modern parking area, die dus voldoet aan de eisen die ook Surinamers graag willen zien. Okay. We hebben een nieuwe brandweerkazerne, omdat op een luchthaven brandweer, het korps brandweer van eminent belang is. Zij zorgen voor jouw veiligheidsstatus, om het zo aan te geven. Er wordt een parallel taxibaan gebouwd van 2,7 kilometer die ervoor moet zorgen dat bij het landen aircraft, vliegtuigen dus wat sneller van de baan kunnen gaan om dus te gaan parkeren. Mm-hmm. Modern, omdat wij natuurlijk de toekomst ingaan, we gaan niet achteruit. Het faciliteren van je core business is van eminent belang, dat is gewoon een verplichting die we hebben. En een derde is natuurlijk ook de luchthaven, maar ook Suriname moet meer gaan verdienen. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, die heeft er natuurlijk ook baat bij. We hebben een hele close relationship. Ja. We werken heel nauw samen. En alles wat we doen natuurlijk, als regering, als corporate luchthavenbeheer, CASA's, SLM, moet in nauw overleg kunnen plaatsvinden. Dus dat probeer ik natuurlijk zoveel als mogelijk te doen. Minister, u noemt ook HINT en dan denken we eigenlijk ook aan toerisme meteen. Hoe zit het met nieuwe vlugroutes voor ons? Ja,
Wat ik mag opmerken is dat een heleboel landen het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben benaderd natuurlijk om dus air service agreements, luchtvaartovereenkomsten te sluiten. Ghana is er één, Turkije is een andere, Marokko is een andere. Okay. Met de UAE hebben we reeds één getekend. Er is een scala aan landen die heel veel potentie zien in Suriname. Mm-hmm. Op diverse niveaus en binnen diverse sectoren in Suriname. Niet alleen de olie, maar ook andere sectoren die aantrekkelijk zijn voor dus buitenlanders. Mm-hmm. En business trek je aan via de luchtroutes die je hebt. Ja. Natuurlijk, boten zullen altijd nog blijven komen, absoluut. Maar wanneer je dus snel wil schakelen naar een land, dan moet je natuurlijk die routes hebben. En de luchtvaartmaatschappijen moeten natuurlijk in place zijn om dat te doen. Dus, we kijken uit natuurlijk, we werken eraan. Niet alles gaat van de een op de andere dag, maar wanneer er gewerkt wordt, dan merk je natuurlijk dat je stappen vooruit maakt. Wat we hebben is dat we dus versneld met Turkije ook willen gaan tekenen. Mm-hmm. Of ze komen naar hier of we gaan naar daar. Een heleboel landen. Een heleboel landen, laat ik het daarop aangeven. Ja. Zo hebben we natuurlijk ook COPPA binnen kunnen brengen, ja, die dus heel goed business doet in Suriname. Hoe verloopt dat met COPPA? Wat ik van hun heb begrepen, niet zo lang terug, maar ik praat natuurlijk ook met personen die daar gebruik van maken. Ze zijn heel erg content met hun service. Het is een heel punctuele airline die dus geen fouten wil maken, ja, en ook geen fouten maakt. Dus business is natuurlijk nodig en daarop wordt natuurlijk de focus gelegd. En dat maakt natuurlijk ook, of brengt met zich mee, dat we ook versneld onze luchthaven moeten gaan moderniseren. U noemde bijdrage bijvoorbeeld van COPPA en zo. Heeft dit geresulteerd in bijvoorbeeld die 500.000 bezoekers zo vroeg in het jaar? Absoluut, absoluut. Natuurlijk ook SLM. Elke airline die zaken doet met Suriname levert een van eminent belang zijnde bijdrage. Als minister, wat zegt die groei in bezoekers u? Nou, de groei in bezoekers geeft aan natuurlijk dat veel meer mensen de noodzaak, maar ook de potentie zien wat Suriname betreft. Mm-hmm. Dat wij dus echt mogen uitkijken naar doing more business vanuit Suriname. Ja. Omdat de businessmensen ook natuurlijk binnenkomen om zaken geregeld te krijgen enzovoort. De toerisme brengt met zich mee dat ook de doorsneeburger, om het zo aan te geven. Nee, laat me niet zeggen de doorsneeburger. Eigenlijk elke Surinamer wat meer kan gaan verdienen. Of het de ijsman is bij Krasnapolski. Of het iemand is die dus groente of fruit verkoopt. Mensen gaan eten en drinken, dus ook zij komen dan natuurlijk aan trek. Dan heb ik het natuurlijk aan de andere kant ook over het verblijf. Daar moet er ook aan gewerkt worden. Vaak genoeg hoor je dat we niet voldoende accommodatie hebben om dus toeristen en anderen op te vangen. Ja. Maar we moeten ook gaan kijken naar grotere evenementen houden in Suriname. Een Pagua is in trek, maar ook onze end of the year parties in onze binnenstad. Dat zijn allemaal mogelijkheden om dus meer toeristen te trekken naar Suriname. Ik weet natuurlijk uit de gesprekken die ik vaak voer met mijn collega van HINT, mm-hmm, dat hij dus constant bezig is om dus mogelijkheden te bekijken samen met de private sector, samen met andere stakeholders, maar dat is van eminent belang, mm-hmm, om dus te werken aan een behoorlijke exposure van het land en wat het land te bieden heeft. Het gaat uiteindelijk om wat wil je bieden? En hoe ga je dat exposen naar het buitenland, naar groepen waarop je de focus moet leggen? Niet iedereen vindt het even leuk om bijvoorbeeld naar het binnenland te trekken. Ja. Maar je hebt andere groepen die graag naar het binnenland willen gaan om daar te verblijven. Omdat ze dus eigenlijk niet zo vaak dat meemaken in hun eigen land of in andere landen. Ze willen heel veel, ja. Ze willen cultuur zien, ze willen in een andere ambiance hun uurtjes doorbrengen, hun dagen doorbrengen. Met de andere groep die naar Suriname wil komen voor een beetje party, voor een beetje
uitgaan om het zo aan te geven. Dus is verschillend, is divers. Maar je krijgt natuurlijk ook een behoorlijke trek van mensen die dus Suriname gewoon komen bezoeken om te zien van oké, prima, we zijn in Suriname. Wat heeft Suriname te bieden op het niveau van onderwijs, op het niveau van agrarische sector? Wat biedt onze visserijsector? Het zijn allemaal mensen natuurlijk die verschillend zijn en die op zoek zijn naar hun eigen zaken. Dus je gaat ze moeten faciliteren. Ik hoor u zeggen dat die toerisme sector van eminent belang kan zijn voor ons. Is dat ook de keuze geweest? Is dat ook de reden geweest voor de keuze van die Boeing 777? By the way, wanneer wordt die ingezet? Als het aan mij ligt, zou het natuurlijk een paar maandjes terug al in de lucht moeten zijn. Maar oké, prima. Ik hou me natuurlijk aan regels. Er zijn regels waaraan het vliegtuig onderhevig is, waaraan de crew onderhevig is. Ook hun maintenance moet natuurlijk goed getraind zijn. Ja. CASAS is nu natuurlijk als onze belangrijkste, een van onze belangrijke actoren binnen de luchtvaartsector bezig om dus de laatste hand te leggen. Mm-hmm. Wat de guidelines betreft, wat dus de regulations. En natuurlijk heb je een heleboel zaken waarop gelet moet worden. De mensen daar zijn goed getraind, ook bij SLM zijn er diverse trainingen gedraaid. Men kijkt dus nu uit richting in maart nog zo ver te kunnen zijn. En ik probeer natuurlijk niet een druk te leggen, maar ieder natuurlijk wel de feitelijkheden tegen hun neus aan te drukken, dat we niet te lang gaan. We kunnen niet te lang wachten, omdat een vliegtuig die op de grond staat, verdient niks. Hij moet vliegen, je moet dus je cargo kunnen doen, je moet je passagiers kunnen transporteren, want daar ligt het geld in. Ja. Men heeft gekozen natuurlijk voor die 777, zeker vanwege het feit dat je meer passagiers kunt vervoeren. Mm-hmm. Het is comfortabel, vele malen comfortabel of comfortabeler dan die A340 die SLM eerder had. Natuurlijk heeft die zijn diensten ook bewezen. We mogen niet ontevreden zijn. Maar het was echt wel tijd om over te stappen naar een stukje modernisering. Kijk, kwaliteit en comfort, daar betaalt men voor. En dan moet je dat ook terug kunnen geven. De kwaliteit van je service is van eminent belang. Dus alles moet natuurlijk opgegraded worden met een nieuw toestel, moet je dat alles ook gelijk kunnen meenemen. Dus daar is er gewerkt aan. Mm-hmm. En er is een schedule of events samengesteld om dus de komende dagen echt heel secuur de zaken af te ronden, af te tikken en af te ronden. We zijn al een tijdje bezig, dat weet ik. En de gemeenschap heeft soms het gevoel van luister, komt het of komt het niet, want we zien het nog niet gebeuren. Mm-hmm. Het komt. Het komt. Het kan niet zo zijn dat we een vliegtuig hebben binnengehaald en dat het dus daar blijft. Het zal zijn diensten moeten bewijzen. Mm-hmm. Maar als we beginnen, zullen we goed beginnen. Dat verwacht ik niet alleen. Dat is de opdracht die ik heb gegeven aan de mensen die daartoe het werk moeten doen. Mm-hmm. En een stukje verantwoordelijkheid hebben natuurlijk in het geheel. En dan moeten we natuurlijk gaan kijken dat er zoveel mogelijk gevlogen wordt, zoveel mogelijk cargo wordt afgehandeld om die spin-off te creëren richting SLM die wij al jaar in, jaar uit met elkaar bespreken. Iedereen weet. Iedereen is deskundig van welke richting het op moet gaan. Laten we niet meer praten, laten we het gewoon doen. Die Boeing 777 komt. Ja. Goed, minister. Eigenlijk heeft u, we gaan naar een ander soort type vervoer en dat is dus openbaar vervoer voor over land. Ja. Niet zo lang geleden hebben we de busterminals in gebruik genomen. Heeft u goede geluiden ten aanzien daarvan gehoord na die oplevering? Nou kijk, het is opmerkelijk dat wanneer de regering, hoe goed het ook mag zijn, dat je altijd nog wat boze tongen kan hebben die niet zo happy zijn omdat er gewoon weer een successtory bijgeschreven kan worden voor de regering. Maar dat is op zich geen probleem, daar leven we mee. Natuurlijk, goede geluiden. Het was nodig.
De discussie kan natuurlijk ontstaan, moest je daar hebben opgezet. Ik zeg van begin ergens. Mm-hmm. Om die druk die er is op de passagiers en ook de bushouders af te gaan nemen, ja. Weg te werken. Een terminal is noodzakelijk. Mensen moeten weten waar hun eind en hun begin is, om het zo aan te geven. Wanneer ze vanuit Pasfanica komen, moeten ze weten waar ze dus mogen kunnen uitstappen, ja. En hun weg verder vervolgen. En als ze terug zijn, moeten ze ook weten dat ze daar verzekerd zijn, dat ze dus een bus kunnen pakken. Mm-hmm. Ik zal niet zeggen dat alles even makkelijk en even smooth verloopt, om het zo aan te geven. Efficiëntie is natuurlijk iets waar alle stakeholders aan zich gaan moeten houden. Maar we merken dat we stappen wel vooruit hebben gemaakt. Okay. Niet iedereen binnen die bussector hoeft met me eens te zijn, mm-hmm. Laat ik dat voorop stellen. Maar als verantwoordelijke ministerie, dan zeg ik van die ordening heeft steeds meer en meer vorm gekregen. Wij weten dat de bussector onze grootste partner is in dit, met betrekking tot deze issues. Ja. En we gaan met hun moeten dealen verder. Wij hebben ondersteuning, ik zeg niet dat we geen ondersteuning hebben. Niet alles zal even snel vorm kunnen krijgen, maar het is opmerkelijk, en of het is op te merken, het is goed om dat te doen, dat wij dus redelijk wat werk hebben kunnen verzetten. En dat komt vanwege het feit dat we dus voor elkaar goede condities proberen te scheppen. Mm-hmm. Niet alleen, maar dat wij dus korte communicatielijnen hebben uitgezet. Dus de evaluatie is er wel? Ja, okay. We gaan weer moeten evalueren, we blijven evalueren. We blijven de routes in de gaten houden. Zo hebben we natuurlijk de PL-route. Komen, minister, ten aanzien van de routes. Een tijd geleden is aangekondigd dat ook dat een beetje geëvalueerd en eventueel bijgeschaafd zou worden. Staan die plannen nog overeind? Nou, die plannen staan nog steeds overeind. En die voegen dus dat wij dus een simpel voorbeeld, Hanna's Lust-route hebben gecontroleerd. En daar hebben we dus natuurlijk gemerkt dat een x-aantal busvergunninghouders zich niet houden aan de voorwaarden. Ja. En natuurlijk als verantwoordelijke ministerie ga je alle regels in acht nemen, de voorwaarden zeker, maar je gaat je ook moeten houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. En we hebben ze natuurlijk de ruimte gegeven om zich te corrigeren. Een deel heeft zich gecorrigeerd, een ander deel niet. En dan ga je natuurlijk wat maatregelen moeten treffen. Omdat het niet zo kan zijn dat degenen binnen de bussector die hun best doen, mm-hmm. ook worden meegesleurd in dit soort situaties. Nee. Absoluut niet. Zo werk ik niet. Dus de goede natuurlijk, die moeten die mogelijkheid krijgen om verder hun zaken te kunnen doen. En degenen die natuurlijk het niet zo nauw neemt met regels, ja. En zich anders wil gaan gedragen, daar gaan we natuurlijk nog verder gesprekken moeten voeren. En als ze zich niet kunnen corrigeren of een andere mening daartoe hebben, dan gaan we wel maatregelen moeten treffen. Die maatregelen komen niet omdat we maatregelen willen treffen, maar die voorwaarden zijn daar, ze zijn duidelijk. Je bent met het ministerie overeengekomen dat je gaat houden daaraan. Op basis daarvan heb je natuurlijk een vergunning gehad. Die ook natuurlijk weer een hele procedure op zich is. Oh ja. En dan moeten we gewoon gezamenlijk kunnen werken. Dus we zijn nog niet waar we wezen moeten, mm-hmm. wat de bussector betreft. Maar we hebben wel wat een aantal stappen vooruit gemaakt. En nogmaals, gelooft u mij, niet iedereen hoeft eens te zijn met mijn mening. Ik respecteer dat. Ja. Maar dit is het. Dit is mijn mening. Van we kunnen veel meer bereiken. Mm-hmm. En we gaan veel meer bereiken. En we zullen gewoon de vervolgstappen moeten ondernemen om dus die richting op te gaan. Die ordening en die regulering heeft dus uw aandacht. Absoluut, absoluut, absoluut. Goed, dan gaan we door, minister. Infrastructurele werken. Eigenlijk zien we u heel vaak nog langskomen om dan een oplevering hier, een oplevering daar. Mm-hmm. Er zijn wel wat grote projecten. Dan denk ik aan Weg naar Hena, Zwarte-Overbrugstraat. Ja. De nieuwe highway, de MLK highway, die oude. Als u even naar de genoemde projecten kijkt, kunt u ons een briefly overview geven? Ja, van de status, hè?
Kijk, wanneer we het hebben over de infrastructuur, daar heb ik het over weginfrastructuur. Daar is er een behoorlijke dimensie aan gegeven. Ja. Door dus niet alleen te werken aan onze weginfrastructuur, dus de droge werken, ja, maar ook de natte werken. Daar heb ik het over ontwatering, omdat dat altijd nog een hekelpunt is in Suriname op diverse plaatsen. Ja. Een simpel voorbeeld, de Mangolaan is verhard en er iets opgeleverd, maar daar hebben we natuurlijk gewerkt met eerst het ontwateringsproblematiek op te lossen. Ja. En toen zijn we overgegaan tot het verharden van de Mangolaan. Ja. Maar we hebben ook gezorgd natuurlijk dat dus de voetgangers veilig hun weg kunnen vinden daar. Ja. Ook zo hebben we Charlesburg, waar wij dus heel hard aan trekken, ja, om ruim voor de verkiezingen op te leveren. We hebben gelukkig een aannemer die zijn uiterste best doet om dus in de behoeften van de gemeenschap niet alleen te willen voorzien, maar ook de opdrachten die we geven goed en naar behoren uit te voeren. Zo ook alle andere aannemers die dus een stukje, een project voor ons uitvoeren voor het ministerie van Openbare Werken, zien dus de noodzaak natuurlijk niet alleen, maar ook de meerwaarde die deze projecten zullen hebben of hebben in de gemeenschap. Ja. De wegstrekking Monkshoop Henry Fernandesweg, daar zijn we hard bezig mee, ook met Tjongala. Niet even makkelijk, omdat daar niet alleen het wegdek wordt verhard, maar we hebben ook een verbreding, mm-hmm, om dus zoveel mogelijk voertuigen te kunnen faciliteren. Ja. Wat we wel merken is hoe dichterbij wij dus komen richting, ik dacht, vierde rijweg. Dat wij dus in gedrang kunnen komen om diezelfde breedte aan te houden. Dus we zijn nu intern bezig te kijken hoe we daarmee gaan dealen. Yes. Ik zie het meer als een uitdaging, niet als een probleem. En natuurlijk, het is toen gedoogd beleid geweest om dus mensen de mogelijkheid te geven te bouwen zoals men gebouwd heeft. Maar we merken dat het natuurlijk niet al te makkelijk is wanneer je dus zulke grote projecten wil gaan uitvoeren, ja, die ten gunste zullen komen van de totale gemeenschap. De nieuwe highway, een pracht van een project. Voordat je verder gaat, mensen vragen zich af, het is zo'n afgelegen gebied, wat is het belang van die nieuwe highway? Het bestrijkt een oppervlakte van hectaren. Ja. En waar zouden we natuurlijk dan moeten gaan kijken waar zo'n oppervlakte, mm-hmm, aanwezig is? Dus ja, prima, ze vinden het een beetje afgelegen. Para is niet afgelegen meer. Mm-hmm. Para is ook aan het behoorlijk ontwikkelen. Ja. En de nieuwe highway zal natuurlijk een behoorlijke boost betekenen. Ja. Het is onze eerste highway op behoorlijk hoge standaarden geplaatst. Er is een brug over de Pararivier, die dus een pracht is als kunstwerk. En hij verbindt natuurlijk twee districten direct met elkaar. We moeten niet vergeten dat wij dus als regering verantwoordelijk zijn om natuurlijk ook die drukte die je op straat hebt richting Sanderij en terug. Mm-hmm. Maar ook in de vakantieperiode willen mensen de orde snel bezoeken en weer snel thuis zijn. Is dit natuurlijk de meerwaarde ook, los van het feit dat infrastructuur een basisvoorwaarde is om ontwikkeling te brengen. Gaat u even na de waarde van de gronden die daar langs de nieuwe highway zijn gelegen of is gelegen. We bedanken absoluut natuurlijk elke Surinamer die een bijdrage heeft geleverd om het zover te kunnen krijgen. Mm-hmm. We kijken natuurlijk halsreikend uit naar het moment van het openstellen. Mm-hmm. We zijn dus nu bezig om de technische oplevering ter hand te nemen. Maar eerlijk gezegd, het is een pracht van een highway. Nee. Het zijn twee dubbele banen, dus twee banen van dubbele rijstroken. Nee. Waarbij we dus in het midden ook direct de veiligheid hebben opgevoerd, dus om door de vangrails te maken. Mm-hmm. En daar binnen het vangrailstructuur is dan voor beide kanten heel mooi door IBS. Ze hebben geweldig werk verricht. Ja. En in een versnelde tempo hebben ze dus straks dit weekend hebben ze die totale strekking verlicht. Ja.
We willen dus ook de andere zaken ook verder gaan aftikken. De conjunctions aan de beide kanten, dus de aanknoping met de bestaande, met bestaande infrastructuur. Mm-hmm. Daar is er ook behoorlijk over nagedacht om dat zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Yes. Je kan niet, het lijkt soms makkelijk. Je gaat een weg, nee, je moet niet een weg gaan bouwen. Je moet dat zo ruim mogelijk gaan bekijken. Je gaat infrastructuur aanleggen. En je gaat natuurlijk alles meenemen om de veiligheid te garanderen. Daar heb ik het over de markeringen, de bebordingen, alles dus meubilair die je daar nodig hebt. En je gaat ervan uit natuurlijk dat de mensen zich houden aan de regels. Ook een stukje modernisering, innovatie, noem het innovatie, die is doorgevoerd door alle stakeholders, alle actoren die erbij betrokken zijn geweest. Goed nagedacht, goed uitgedokterd en toen is er een mooie start gemaakt. En je merkt waar er goed werk wordt verricht en een hele goede inborst. Positief natuurlijk naar de heren daarboven, want die zorgt ervoor dat we de juiste richting opgaan. Yes. Dan merken we natuurlijk dat wij dus zulke mooie, grote, mega, duurzame projecten kunnen samen met de gemeenschap kunnen uitvoeren. Okay. Dat is mooi. Dus je zegt die highway is van enorm belang voor en een heel goede boost voor de ontwikkeling van ons land. Voor Suriname. Para is natuurlijk gekozen. Para is heel erg blij ermee. Mm-hmm. Maar ieder zal profijt van hebben. Maar ook de mensen die het nog eventjes niet zien, die zullen ook ooit eroverheen rijden. Dus uiteindelijk als het open is, nodig ik natuurlijk de totale gemeenschap om te gaan kijken wat deze regering heeft gedaan daar. Geweldig, deze regering heeft gedaan. En is er nog iets anders dat de regering gedaan, of tenminste waar er nu aan gewerkt wordt? En dat is het broodnodige ontwateringsplan bij het academisch ziekenhuis. Jawel. Menigeen zou misschien niet eens weten hoe broodnodig het is. Kunt u misschien die noodzaak van aanpak Het problematiek is bekend. Iedereen weet dat voor en langs AZ altijd een probleem is geweest vanwege wateroverlast. Bij een geringe regen loopt daar onder water. Mm-hmm. Dat wil zeggen dus dat ons ontwateringsstelsel die ondergronds daar is, niet meer voldeed of voldoet. De bedoeling is dat alles wordt opengebroken en daar is de aannemer Koeldiepzing Infra al geruime tijd bezig mee. Het gaat niet alleen om dus een behoorlijke, jarenlange, nijpende wateroverlastprobleem op te lossen. Maar het betekent ook dat we dus gelijk rekening en gaan faciliteren met betrekking tot het kunnen parkeren. Het goed kunnen parkeren van de bezoekersvoertuigen, maar ook anderen die daar dus komen om zaken te doen. Was het dus zo, of is het nog even zo dat het een hele onoverzichtelijke, maar ook gevaarlijke situatie wordt doordat iedereen natuurlijk probeert te parkeren, over verhogingen heen en op allerlei manieren, gaat natuurlijk helemaal weggemaakt worden. Mm-hmm. We gaan een behoorlijke oppervlakte aan parkeergelegenheid creëren, nice, om dus zoveel mogelijk de behoefte op te vangen. Yeah. Los van het feit natuurlijk dat rondom de ontwatering wordt geregeld, heb je ook een stukje verfraaiing tegelijkertijd, okay, waar ook voetgangers makkelijk eroverheen kunnen gaan. En het ziekenhuis zelf zal natuurlijk ook er baat bij hebben, omdat hun interne ontwateringsstelsel nu beter wordt afgestemd en aangesloten op het groter geheel dat door de aannemer wordt opgezet. Dat is van eminent belang. Niemand wil wateroverlast zien en meemaken. Maar als hij daar is, dan moet je hem gaan oplossen. Okay. Dus de gemeenschap gaat nog even voor een tijdje een stukje overlast moeten incasseren. Maar we vragen ze natuurlijk geduld. En ze weten dat wanneer het zover is, dat ze een heel mooie omgeving rondom het ziekenhuis kunnen verwachten, AZ. Niet voor niets is dit project dus aan de bovenkant van de prioriteitenlijst. Absoluut, ja. Maar het ontwatert niet alleen dat gebied. Mm-hmm. Er is een pompgemaal vlak
voor waar de rotonde is, als u dat zo in beeld kunt. Kernkampweg. De kruising, ja. Ja, bij de kruising, mm-hmm. waar die splitsing is natuurlijk. Als u Killet voor u ziet, ziet u gelijk een gebouwtje daar staan. Daar is onze pomp gemaakt. Okay. Ook dat zit in het pakket om vervangen te worden. Omdat we weten natuurlijk dat vanwege het feit dat het regent veel meer dan 10 jaar terug. Het regent veel meer dan 20 jaar terug. Dat we zeggen van het regent behoorlijk veel. We krijgen heel veel water op onze oppervlakte. Mm-hmm. Die moet natuurlijk goed gemanaged worden om afgevoerd te krijgen. Maar dat moet natuurlijk, het stelsel moet voldoende zijn om die capaciteit op te vangen en dat af te voeren. En daarvoor is ook een pompgemaal, een nieuwe pompgemaal. Dat wordt opgegraden. En dan moet het water natuurlijk ook makkelijker uit het systeem worden gehaald mm-hmm. richting een groter stelsel. Alles is op elkaar afgestemd. Niks is los en vast. Ja. Het is een structurele aanpak, het is een coherente aanpak, mm-hmm. maar ook een heel goed georganiseerde aanpak, omdat dat natuurlijk noodzakelijk is. In tijd, binnen hoeveel tijd zal dit project afgerond zijn? Nou, in ieder geval kijken we uit naar voor eind van dit jaar. Okay. Moet het project ontwatering en parkeer van AZ klaar zijn. Het neemt natuurlijk wat tijd. Mm-hmm. We verwachten straks ook tegen mei, juni wat regen. Hopelijk dat wij dus veel verder en we zullen veel verder zijn met de uitvoering. Maar iedereen weet dat wanneer het begint te regenen, dat het soms een beetje moeilijk is om wegen open te breken. Ontwateringsstelsels open te laten, omdat dat toch wat meer overlast kan gaan vormen. Dus we proberen echt goed gebruik te maken van de periode dat we nu hebben, droge periode, om dus toch wel versneld zaken uit te voeren. Dan is het woordje parkeren een aantal keer gevallen en ik meen te weten dat eigenlijk dat ook onder een van die verantwoordelijkheden valt. Het kan best irriterend zijn, parkeren tegenwoordig in de binnenstad en overal. Is er een parkeerplan of iets dergelijks om het parkeren aan te pakken? Nou, kijk, u zei het kan best wel irriterend zijn. Het is altijd irritant om in onze binnenstad te gaan parkeren, dat begrijp ik. Ik geef het toe, ik ben Surinamer, dus ik kan niet hier zitten en zeggen van het is even makkelijk om in die moment naar de stad te gaan en te zeggen van luister, ik kan vrij parkeren. Mm-hmm. Wat ik wel moet vermelden is dat de private sector toch wel enigszins daarop heeft ingespeeld. Ja. Om dus parkeermogelijkheden te creëren. Betaald parkeren is een normaal iets hoor. Het is niet een nieuwigheid voor Suriname. Mm-hmm. Overal op de wereld als je gaat parkeren moet je gewoon keihard betalen. Dus als je goed wil parkeren, dan betaal je en dan ga je parkeren. Ja. Maar ik zie dat natuurlijk de facilitering van het geheel en het oplossen van de problematiek is niet alleen iets voor de regering, maar we gaan breder moeten gaan kijken om dus met de entrepreneurs te gaan zitten en te kijken van hoe zij dit probleem zien en hoe ze denken dat het opgelost kan worden. Ja. Ik denk dat het ministerie daar een coördinerende rol kan gaan vervullen. Maar wat wel zo is, dat de opdracht door mij is gegeven om alles wat we hebben aan documentatie op het ministerie. En er zijn mensen geweest die dus wat studie hebben verricht in dit kader. Dat alles gaan we bij elkaar brengen. Er is een mevrouw, een specialist die op het ministerie is aangetrokken, die zal hiermee belast worden. Het is überhaupt haar pakje aan om dus dit soort zaken goed uit te zoeken. Er zijn een heleboel plannen ooit geweest van mensen die ondergronds wilden gaan parkeren tot in de hoogte. Ook daarna gaan we even snel kijken van hey, hoe kan dat gaan uitpakken. Ja. Maar we moeten eens uiteindelijk uit die situatie geraken. En misschien moeten we meer gaan werken aan pendelbussen. Om dus de auto's uit onze binnenstad te houden mm-hmm. en te weerhouden. Om dus de pendelsituatie die ook andere landen hebben. Het is, het is niet nieuws, het is gewoon overnemen. Mm-hmm. Maar natuurlijk Surinamiseren, want Suriname is toch wel een beetje anders. We hebben een andere cultuur. Ja. We moeten met een heleboel dingen rekening houden. En we moeten het gewoon uitvoeren. Makkelijk gezegd natuurlijk, maar ergens moet je beginnen. En wij willen als ministerie alvast een start maken om niet alleen eraan te denken. Er is zoveel eraan gedacht, zoveel gesproken erover. Ja. Ik denk dat we nu
wel daden moeten gaan, gaan zetten en in actie komen. Ik denk dat het begin maken hieraan wel als muziek zou klinken, in de oren van de mensen. Goed, minister, we hebben het over heel wat gehad en we gaan richting de afronding. Er is een facelift gaande of, vanuit uw ministerie en zeker vanuit het Openbaar Groen project. Wat is de, ja, eigenlijk ook de noodzaak geweest? Waarom is er vanuit dat deel van uw ministerie gekozen voor aanpakken van verschillende gebieden? Nou kijk, wanneer we praten over toerisme, wanneer we praten over, niet alleen toerisme, wij Surinamers. We hebben behoefte, zoals elk individu dat zou moeten hebben, om wanneer je natuurlijk ergens naartoe gaat, dat je dus toch wel een, in een mooie ambiance terechtkomt. Ja. Dat je dus, wanneer je gaat joggen, dat je dus ergens terechtkomt waar je dus dat kan doen. Een beetje lopen voor of daar waar waterkant is nu. Ja. Het is een verplichting. We merken dat ook de private sector daar steeds veel meer aandacht aan besteedt en we juichen dat absoluut toe. Openbaar Groen is het directoraat die daar verantwoordelijk voor is. Natuurlijk in samenwerking met alle andere stakeholders, maar ook ministeries. Stakeholders. Het lukt tot nu toe. Het kan natuurlijk, het zal versneld ook moeten gebeuren. Mm-hmm. Maar we zien natuurlijk dat uitgangscentrum voor daar waar het dus waterkantgedeelte best wel anders eruit ziet. Ja. Aangepakt is, we hebben gewerkt aan verlichting, er is gewerkt aan meer groenvoorziening, er is gewerkt aan ook wat kleur bijbrengen. Maar zeker ook dus dat wij optimaal het vuil dat wordt. Nou, dat wordt gegooid hoor. Mm-hmm. Het is niet aanbieden, maar het is gewoon gooien. De mensen gooien het. Dat natuurlijk op tijd wordt afgevoerd. Okay. Het is wel een beetje triest dat we in Suriname zoveel geld moeten uitgeven om onze binnenstad schoon te houden. Terwijl dat gewoon een verplichting voor elke burger zou moeten zijn. Drink je een cola, zet het dan, gooi het niet op de grond, maar zoek even een vuilniston en dan zet je het erin. Wat we merken is dat wij dus nog steeds Surinamers hebben die het niet zo best menen met het land, denk ik hoor. Ik denk dat ik het daarop kan baseren dat ze hier en daar links en rechts nog vuil gooien. Mm-hmm. Dat is heel erg triest, dat is niet goed. Het komt ook bij regenval komt het sowieso terecht in onze rioleringsstelsels, de laterale stelsels, maar ook hoofdstelsel, ja. Die dus weer op zich verstoppingen veroorzaakt. Dan worden we natuurlijk als regering weer uitgescholden, ja. Door dezelfde mensen die het daar hebben gegooid. Van luister, kijk, de regering doet niks, we lopen onder water. Maar wat is de bijdrage die je levert? Omgekeerd gezegd, wat doe jij zelf? Je veroorzaakt wel iets, ja. En dan moet natuurlijk de regering gaan oplossen. Geen probleem. We moeten wel afstappen van die situatie die we nu hebben. Je kan natuurlijk zeggen van ja, dan moet de regering veel meer tonnen gaan plaatsen. Mm-hmm. Prima, dan gaan we daaraan moeten werken. Maar we moeten wel samen, gezamenlijk als Surinamers. Ja. Het is geen regeringsverantwoordelijkheid alleen. Het is gewoon een verantwoordelijkheid van elke Surinamer, ja. Die het meent met het land. Mm-hmm. En zegt van Miloba Kondre en de Maitaktak Miloba volk. Nee, maar moest doen. Ik denk niet dat de man gaat raken onder de man in gedragen in schrift. Zo ja, dan gedragen zij zich stippelijk. Nee. En zelfs wetten die er niet zijn, proberen ze te volgen. Dan waarom doen we het niet in Suriname? Je eigen land. Ja, we vragen niet eens veel. We vragen je alleen. If je bij ons aan, in jouw ons aan, in drink ons aan. Trooien, in een vuilniston. Gooi het niet op straat. Nee. Gooi het niet in de lozingen. Laat het niet ergens achter. Van ja, het zal toch opgeruimd worden. Het is niet de juiste attitude. Want Teremangwa Holland, Teremangwa Amerika, niet eens een kauwgum. Ze zijn zo voorzichtig, niet eens een kauwgum wordt op straat gegooid. Ja. Men zoekt een ton, al is het 100 meters verder. Men zoekt een ton om het daarin te gooien. Waarom doen we het niet in ons land? Mm-hmm. Het is toch van ons, het is van ons allen. Dus misschien een oproep naar een ieder, voor de zoveelste keer. Ja. Van luister, hou je omgeving schoon, mm-hmm. En maak
veel meer gebruik ervan. Toch? Want als het schoon is, dan is het mooi. Ik kan wat kapsta walisi, ik kan wat kapsta tolisi. En het is van ons, het is van een ieder. Nergens staat er een naam van dit is van mij, die is van de ander. We maken er allemaal gebruik van en we moeten het gewoon schoon houden. Dank u wel, minister, voor het aan willen zitten aan onze tafel. Dank u wel voor dit moment. Eigenlijk heeft u ons door uw hele ministerie zo'n beetje gebracht. Er zijn volop dingen die we nog zouden willen bespreken, maar daar rekenen we op dat u een andere keer weer hier aan de tafel kan zitten. Dank u wel. Met minister Vijay Chotkan van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie hebben wij deze aflevering van Kennisgeving gehad. We bedanken u van harte voor het willen kijken naar deze aflevering van Kennisgeving. Voor deze en alle andere afleveringen bent u terecht op onze social media kanalen. Van harte dank.